Ja, het is 5:10 en ik kan niet meer slapen. Ik ga gewoon opstaan en achter een job beginnen zoeken. Dus, good morning, happy Thursday, happy donderdag. Momenteel, ik ging dat laten inmaken, maar aangezien we niet echt geld hebben, of we moeten opletten op ons geld, denk ik dat ik het zo ga laten. Want ik wil geen extra kosten maken momenteel. Want we moeten een nieuwe job zoeken, vanaf vandaag, we hebben 2 weken de tijd. Want echt, ik wil niet aan mijn spaar zitten, dus ik heb echt zo lang moeten sparen voor hetgeen dat ik heb eigenlijk. En het duurt altijd super lang. Het heeft 8 maanden geduurd om mijn bed te kopen, mijn zetel en mijn tafel. Dus ik heb wel pijn als je alleen bent en je moet dat allemaal afbetalen. Hoeveel dat kost. Maar ja, we gaan niet bezuinigen. We gaan ons rok niet inkorten of laten inmaken. We gaan gewoon dragen zoals het is. En ja, sorry voor mijn groot voorhoofd. Ik heb een speldje gestoken, want ja. Anders is dat altijd in mijn weg. En het is crunch time. We moeten vandaag. Ik ga proberen. Het gaat ons lukken. 2 weken tijd. Ik ga ze bieden naar al mijn interim sturen. Dat ik mijn datum dat ik vrij heb. Dus guys, we gaan eten. We gaan eten. Mijn computer is al opgestart. Het is nu 7 uur, by the way. We gaan eten. En ik ga mijn video voor vandaag om 4 uur zetten. Want ik kreeg dit nieuws eigenlijk. We zijn vandaag donderdag, vrijdag, zaterdag of zo. Kreeg ik deze video. Dus we gaan nog even. Ja, we gaan even doorbeten. Hè. Maar we gaan elkaar sturen in dit moeilijk proces. Oké, guys, het is nu 1 na 8 en ik kan geen vacature niet meer zien. En mijn achterwerk is zeer van heel de tijd te zitten. Oh my god. Ik ga nu wel rondlopen in mijn neus. Oh shit, hé. Oh ja. Ik ga nog veel vloeken. Sorry daarvoor. Maar dat is mijn manier van mijn uit te drukken. Dus shit, kak. Peace. Mijn afwasje is gedaan. En ik ga nu eten. Mijn all-time favorite. Gewoon stokbrood. Ik ga er met boter. En dan met chocolade. Hey guys, het is nu 9:30 en ja, ik heb nu al 2 uurtjes of zo zitten kijken, 2,5 uur zitten kijken naar op de VDAB-lijst en ik heb een paar brieven opgestuurd. Maar ik ga even eventjes pauzeren, ik heb frisse lucht nodig, ik denk. Ik had nog een ding, dacht ik. Had ik vorige week niet gewonnen of zo. Niet met de lotto of zo, maar ik dacht. Ah, hier. Ik had een Win4Life live van 3 euro. Oh, ik heb 3 euro gekocht en ik heb 3 euro gewonnen. Dus ik denk dat ik het binnen ga brengen. We hebben toch al 3 euro voor de volgende maand. We zijn hier buiten, hij kent dat padje al. Maar dit doet echt wel deugd, het is warm. Als ik deze weg voorbij ga, zijn er schaapjes. En daar verder zijn er paarden. Ik weet niet of je dat ziet. Waar zijn die paarden? Ik ga hem eens zien. Daar zijn de paardjes. Hi guys, ik kom net van de Aldi. En het flesbos is er precies begonnen. Vorige keer bood een 85-jarige of zo. Allee, ik denk dat hij wel jonger was. Met iets te drinken aan en nu een 17-jarige. What the hell? Is er niemand tussen 17 jaar en 85 jaar die uit wil met mij? Ik wil game. Als hij dat durft, gaat hij veel meisjes durven uitvragen. Hi guys, ik ben terug thuis en ik wil laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb 2 doosjes gekocht voor vliegen te vangen, flycatchers eten. En zitten er zes in, dus ik dacht ik pak er 12. Ik heb er 12 nodig. En dan waren mijn erbetjes op. Dat is voor in de diepvriezer, dat steken ze biedt. En wat is hier al zoveel lawaai? Ah ja. En daarachter heb ik citroen gekocht voor in mijn thee. Guys, ik had jullie mijn nieuwe paspoort nog niet laten zien. Allee, ik had dat in de vorige video opgenomen. Maar ik was vergeten mijn gegevens af te schermen.
Dus ik, ja, ik ga dat straks kunnen opnieuw doen, maar ik ga dat wel in deze video steken, want ja, dat is stom, want die andere video moet op, moet op de donderdag. Dus ja, sorry daarvoor. In ieder geval, dit is mijn paspoort en ik vind persoonlijk, alleen mijn pasfoto, en ik lijk wel een gedrogeerde. Ik ben precies een drugsdealer, oh my god. En ik vind persoonlijk niet op trek. Eerst en vooral, ik heb precies drugs genomen of ik ben aan het slapen. Ik ben precies net wakker geworden. En mijn gezicht is precies minder vierkant dan normaal. Ik vind dat mijn gezicht precies nu ronder is. Of dat mijn haar los is, ik weet niet waarom. Maar mijn gezicht is precies zo van getoucheerd, I don't know. Mijn baard is nog echt duidelijk zichtbaar, oh my god. En dan mensen keek zo naar die foto en daarmee... Ik dacht in mijn eigen van, oei, oei, die tong door dat die foto een beetje mislukt is. In ieder geval, ja, zo gaan we de volgende 6 jaar door het leven. Of ik weet niet lang dat dat... Ja, ik denk 6 jaar of zo. Oh mijn god. What the hell. Die foto trekt echt op niets. Mijn middag eten, guys. Het is meloen met handenham. Smakelijk allemaal. Guys, het is nu 6 uur en ik ga een broodje eten met... Prepari. Oh, by the way, ik zit kapot. Mijn ogen doen zeer van de hele tijd aan dat scherm te kijken. Dus ik ga even ontspannen. Ik wil de video leuk vinden. Sorry als hij zo laat was. Maar ik had mijn paspoort gefilmd. Maar ik had blijkbaar mijn privégegevens, allee, de nummers en zo en cijfers vergeten af te dekken. Stom van mij. Ik had dat niet door. Dus ik bekeek die video nog eens s'avonds. Voor ik dat die ging plannen. Ik dacht, ach, s'avonds. Van de middag bekeek ik de video nog eens. Ik zeg, want ik was die aan het plannen op YouTube en ik dacht me nee van, oh shit hé. Ik zie die gegevens vergeten uit te halen. Dus moest ik heel de video terug uploaden in Windows Live Movie Maker, dat deelke eruit knippen, terug alles opslaan, dan terug uploaden op YouTube en dat duurt kei lang. Dus ik ga nu, ik heb eigenlijk zo niet veel zin om terug naar het computerscherm te kijken, maar ik ga nu de video voor morgen al editen en al opslaan, dat ik die enkel moet uploaden morgen. Want amai, dat proces neemt uren in beslag. Guys, het is niet 10 uur. Ik ga gewoon nog een ijsje eten. Dat zijn die cornetto's van de Aldi. Maar ja, het is redelijk donker in mijn living. Nog altijd. En daarachter gaan we slapen. Ik ben over handtassen aan het kijken die ik niet kan betalen. Oei. Fantasie. Oh my god, guys. Ik heb er zo in gewassen dat ik gewoon een stuk vuil heb afgetrokken. What the hell. Guys, ik ga gaan slapen. Ja, dat wit spul is een dagcrème dat ik op mijn wondje heb gedaan. Waarom, ik weet het niet. Ik dacht, ik moet Flaminal hebben. Of Flamigel, maar ik had het niet in huis. Dus ik dacht van, voort. Ik mag dat geen korstje laten vormen, want als dat korstje vormt, dan gaat dat tegentrekken. En als dat tegentrekt, wordt dat kei zwart rond de randen. En dan heb ik zo'n zwart... Oh my god. In ieder geval, we moeten dat proberen te vermijden. Ook al gaat dat misschien niet lukken. Ik heb toch mijn best gedaan. Dus ik ga zo slapen. Ik hoop jullie deze video leuk vinden. Laat me weten onderaan mijn video. Doe een duimpje omhoog alvast. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal. En ik zie jullie morgen weer. Tot morgen, guys. Doei!